We gaan een wortelsoepje maken en we gaan daar een Oosterse toets aan geven. En we geven daar ook een spiesje van kipfilet bij. We gaan starten met onze ajuin en wortel te stoven. Dat moet niet te grof gesneden zijn. Een dunne klontje boter in onze pan. We gaan de wortel gewoon in kleine blokjes snijden. Een beetje de grootte van onze ajuin. Zo, onze groenten zijn fijn gesneden. En we gaan beginnen met onze ajuin. We gaan nu onze wortel aan toevoegen. Dit is de basis voor de wortelsoep. Dat is heel eenvoudig. Zo, onze worteltjes zijn meegestoofd. We gaan nu verder. We gaan onze citroengrasstengel aan toevoegen. We snijden hem overlangs door. We gaan er goed op duwen om die vezels langs binnen mooi open te krijgen. En daardoor gaan de aroma's van de citroengras tot zijn recht komen. We gaan nu onze bouillon toevoegen. Best er al in. En voeg daar gewoon onze hoeveelheid water aan toe. Nu dat onze soep aan het koken is, gaan we intussen door onze room opkloppen. En die room gaan we straks gebruiken als garnituur in onze soep. En we gaan die ook zo lichtjes half opkloppen. Zo, voor mij is dat perfect. Die heeft zo half opgeklopt. Je ziet, je kunt daar met je klopper zo kleine streepjes in trekken. Als we straks onze soep gaan afwerken, gaan we onze soep versieren met een spiesje van kip. En voor onze kip te grillen gaan we een nieuwe soort vetstof gebruiken. Alleen nieuw, een trendy. En we gebruiken dat voor cuisana. Cuisana is eigenlijk een alternatief voor plantaardige vetstof. Is eigenlijk gewoon cacaopoeder. We gaan dat op een schoteltje strooien. We gaan onze kipfilet nemen. We gaan die in kleine reepjes snijden. We gaan tegelijkertijd bij onze cuisana voor het gemak al een beetje kruiden aan toevoegen. Kipkruiden, een beetje peper en zout opdoen. We gaan dat lichtjes mengen. We gaan nu gewoon onze kip daarin rollen. Het voordeel is dat alles mooi bedekt is met de cacaopoeder en de kruiding. En dat wij de juiste hoeveelheid hebben van onze kruiding en vetstof. Het voordeel van cuisana is dat het een manier is om ook op een hoge temperatuur te gebruiken. Dat gaat niet verbranden. Zo. Nu gaan we dat op een prikker steken. Onze soep is gereed. En we gaan nu onze citroengras eruit halen. Zo gaan we onze soep terug in de kookpot doen. We gaan onze kokosmelk aan toevoegen. Dat geeft ook een Oosters accent. Intussen gaan we onze kippenspiesjes grillen. Je ziet dat er geen overtollig vet op de grillpan aanwezig is en dat is eigenlijk het voordeel van de cuisana. Even kijken. Dit is al één streepje. Nu gaan we voor het tweede streepje. Voilà. Zo, we hebben onze kippenfilet gekadrieerd, dat zijn de eruitvorm, een patroon. In de grill. Zo, onze kippenfilietjes zijn gegrild. En dan gaan we onze soep afwerken. Voilà. We gaan een beetje afwerken met room. En we gaan daar een streepje in trekken. Voilà. Zoals bij de baristas. We leggen daar een klein beetje verse koriander bij. Dat is ook een frisse toets aan onze wortelsoep. En dan leggen we daar onze gegrilde kippenfilet op. En dat is onze wortelsoep met een Oosterse toets. Ik zou zeggen, geniet ervan.